Leuk dat je kijkt naar deze video. Vergeet niet om vandaag nog te kijken om 5 uur naar een extra video. Van Paar YouTubers Nederland! Yay! En ja, we hebben allemaal heel veel zin in. Dus veel plezier met kijken! Zo, lekker op de fiets naar de manege geweest. Ik heb het nu bloedheet. Vandaag is mijn moeder ergens naartoe. Ik weet niet meer precies waar. En dan mag ik Verona en Bella gaan rijden. Dus dan kunnen jullie even meekijken. Zo, nou, Verona die wordt eventjes vakkundig vastgemaakt. Ze ziet er vandaag een beetje zielig uit, vind ik. Beter. Hè? Beter. Is het al beter? Kijk, Vrona wordt even lekker geborsteld. Zal ik jullie nog iets gaan vertellen? Hoe de weg is, heeft ze me een vlogcamera meegegeven. Waardoor ze weet wat ik heel de dag aan het doen ben. Ah. Wil je nog wat zeggen, Vrona? Ja? Goed zo. Ben je nu al klaar? Nee, ik zie nog heel veel haren zitten. Ja. Nee. Dat is ook een bewijs voor je moeder, hè, dit. Hoe jij aan het borstelen bent. Dat is niet zo. Nou, Tessa is er nu bijna klaar voor. Ze heeft er een laarzen aan. De rest is lekker netjes verdeeld over de vloer. We hebben hier Verona. Uitzoomen. Is ook mee voor. Ja, en dus ziet ze eruit vandaag. Nou, eens even kijken waar we hier lopen. Hè? Ja. En wie loopt er achter me aan? Verona. Tada. Leuk hoor. En waar gaan we naartoe? Naar de springtuin. De springtuin. Maar we gaan springen, want dat mag niet. Oké, okay. Nou tot zo. Zo, en op naar het volgende paard, pony. Tjonge, mijn vader vindt er heel klein. Ja, als je eerst Verona hebt geëid, want Verona heeft een hele grote neus. En dan ineens een komt de neus. Ja, dan komt Bella en denk je, jee, wat een kleintje zeg. Ja. En Tessa die is maar aan het poetsen, aan het knuffelen. En aan het rijden. Aan het rijden, inderdaad. Ga je ook nog springen in de les? Nou, of vanaf proefje zitten. Oké. Okay. En ga je dan buiten rijden of binnen? Binnen. Zo, ja. Ik ga zo rijden in de les bij Bianca. En hopelijk staat ze maar ook. Dat weet je niet. Nee, ik zie hier vast nog wel. Zo, ik ben gegeten hier. Die is hard trekken. Hallo. Hallo. Bella denkt, had ik nou maar niet zoveel gegeten. Nou. Ja, dat is wel. Jij bent op het moment heel blij te gelopen. Niet. Ja, dat komt zo hoor. Lachen gier. Ik ben de ganger gewend van Verona nu. Ja, hè? Nu heb ik ineens hele kleine. Piep, piep.
Oh, ja? Gaat zo hoor. Zo, ik zit nu op belletje en ik ga zo in de les, alleen ben ik ietsjes te vroeg. Dus dan ga ik maar even op het veld rijden. Zien jullie me zo in de les. Gaat mijn vader filmen. Hallo. Nou jongens, ik laat jullie meteen zien drie manieren om af te stappen als je heel veel van kunstjes houdt. Nou, manier 1. Die heb ik al een keer laten zien met Talien. En dan zo van de kont afglijden. Moet je wel doen als je pony braaf is. Anders niet. Nee. Hebben we ook nog de glijbaan. Dan doe je één been over het zadel en kan je er zo af. Of je kan op de normale manier afstappen. Wat heb je gedaan? Heb je ook verschillende manieren om op te stappen? Aan de linkerkant. Of aan de rechterkant. Zal ik even nadenken of ik er nog eentje weet? Laat jullie beneden in de comments anders weten of jullie er ook eentje weten om af te stappen of om op te stappen. Ja. Of je kan zo op de kom springen en dan zo op het zadel. Maar dat is wel lastig. Dat moeten wij nog oefenen. Het is ook een beetje gevaarlijk, maar... Wij gaan... Een stukje rijden. Kom wel. Ze is zich aan het voorbereiden voor de proefje zometeen. Mooi rond en netjes verdeeld worden. Denk aan de 4 aanraakpunten. Die zijn lastiger te vinden als bij de voltes bij A of C. Als het lukt, zou het mooi zijn als je pony iets naar binnen kan kijken tijdens... Zo, vandaag heb ik mijn wedstrijd met Bel de F4B. En ik heb er heel veel zin in. Dan gaan we nu maar even naar beneden. Komt. AXC binnenkomen in arbeidsdraf bij C op de linkerhand. Tussen twee benen. Hou je. Je moet er overheen. Kom. Even erheen lopen, ja, precies. Je hoeft er niet per se overheen, maar oh, dat kan ook. Zo. Ontspannen, ontspannen, ontspannen. Ja, heel perfect. Goed gedaan. Perfect, Tessa. Ik? Ja, jij. Ik te maken? Nee. Ja. Laat eens zien wat jij echt deed. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Nou, kijk, ik zal het een klein stukje laten zien. Zo. Oh, ja, ik ga het even ergens anders laten zien, want hier is niet echt plek. Zo. Els, kom eens bij. Kijk. Dat deed ze net dus. Volgens mij, ik weet niet wat ze deed, maar het was een beetje raar. Dat doet ze nooit. En dan sprong Alice. Zo op haar. Sorry. Zoiets doet ze nooit. Ze is normaal gesproken erg rustig. En dan dit. Dat snappen de mensen niet. Nee. En het is vandaag lekker weer. En Alice, wat heb jij nou? En Alice steelt weer dingen van mij. Wow.
En wat zeg je dan? Hallo lieve kijkertjes, van harte gefeliciteerd. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Nee, maar laat nou eens zien. Nee. Mijn moeder is eigenwijs. Ja. Nou, daar ben ik ook af en toe. Heel eigenwijs. Maar mijn moeder kan het eigenwijs zijn. Eigenwijs, wow. Doe dat nog eens. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dit zijn mama's drukke periodes. Ja. Volgens mij, ik weet niet wat ze deze avond heeft, maar... La 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 la. Nou, jij dus. Ga ik al. Hey, wil jij hele set op een pasje laten doen? Ja. La 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 la. Even aftrekken. La 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 la. Zo. Zo, wij zijn onderweg naar een ruitersportzaak. Dan ben ik met... Baba. En met Kim. Jullie zien alleen de achterkant. En we gaan GPA-helmen passen. Nou, althans, hun. Ik niet. En we gaan mondharbroeken passen. En shirtjes. En al die andere dingen. En weet ik het wat zomaar. Spullen. Spullenboel, ja. Ja. Spullen. Ja, nou. Het is zelfs zonne. Oeh. Gaven. We hebben dadelijk een mondharbroek. Setje van kleren. Wij zijn net bij de ruitersportzaak geweest. En ik heb hele mooie snoepjes. En we hebben caps gepast. En ik heb een hele mooie nieuwe trui. En ja, dat hebben we zo wel een beetje gedaan. Zo, wij zijn onderweg naar de manege. En wat gaan wij dan doen? Logeren. Ja. Paardjes, dat we niet heel veel tijd hebben. Nou, het wordt donker. Ja, dat niet alleen. Maar het is in de zomertijd. Maar we hebben natuurlijk het paarden-YouTubers live event. Pasen komt eraan. Woensdag gaan we naar Frank. Vrijdag gaan we naar Roos. Ja. Dus het is een beetje drukjes. Ja. En we moesten nog wat spullen passen. Dus we moesten eventjes naar een ruitersportzaak om de maten te bekijken. Ja. Dat betekent wel dat we nu opeens even geen tijd meer hebben voor te rijden. Rijden, helaas. Helaas. Dat vind ik niet zo leuk. Maar dat ging niet. Voor een keertje is het ook niet erg. Zolang je het maar niet elke dag doet. Vandaag is woensdag en we zijn in... Sinteringen. En wat ga je doen? Horse rijden. Wit? Horse riding. Wit? Horse riding. Volgens mij moet je gewoon gaan zadelen. Ik niet. Ja, waarom niet? Dat ik zo pas moet. Ja, dan nog. Dat is waar. Nou, Kim is al bezig hier met de Henja. Dus die gaat zo... ga je doen? Rijden. Zij gaat tenminste rijden. Sinan? Ja. Kijk, dat is alvast dat. Ik ga even naar boven. Nou, het is tijd voor de les. Nu filmen we een keer van bovenaf. En dat komt omdat we zometeen een proefje gaan bespreken. En wel het F4 proefje van Tessa. Het is heel moeilijk filmen dit, jongens. Ik film hun wel. En wat we dus gaan doen is dat Frank en Tessa die gaan samen het proefje nakijken. Die gaan samen het proefje kijken dat ze gereden heeft. Dan neemt Frank daar een beoordelingsformuliertje even bij. En die geeft dan ook een paar cijfertjes. Zodat Tessa een soort algemeen beeld krijgt van wat Frank vindt van haar proefjes. En dat is iets makkelijker dan dat een jury steeds alleen ernaar kijkt. Omdat de jury natuurlijk haar verder niet kent. Dat was natuurlijk ook logisch bij een jury. Maar Tess die vindt het best lastig. Want soms krijgt ze ineens een 5 en soms krijgt ze een 4. En dat is natuurlijk logisch. Want de ene jury die ziet liever dit en de andere jury ziet liever dat.
En dat is op zich allemaal heel logisch. Alleen wel heel moeilijk als je 10 bent. En ja, daar moet ze gewoon mee leren omgaan. Maar hoe fijn is het als je instructeur eventjes mee wil kijken naar je proefje. En daar zijn eigen beoordeling aan wil geven. En het fijne is dat Frank ook gewoon jury is. Dus het ook nog kan. Dus dat maakt het allemaal een heel stuk eenvoudiger voor Tessa. En soms is het gewoon makkelijker om iets eenvoudigs te doen. Oké, mag jij, zal ik op een knopje drukken? Ja. Dat lukt mij ook wel. Ik ben niet technisch, maar 1, 2. AIC, binnenkomen in arbeidsdraf bij C op de linkerhand. Oh, valt op. AIC, binnenkomen in arbeidsdraf bij C op de linkerhand. Nou, dus ik ga gewoon mijn punten geven wat ik vind. Ja. En dan mag je dat ook opschrijven. Want mag ik het ook opschrijven? Ja. Maar ik heb geen balpen. Oh, zo, hij heeft een mooie muts op. Ja, mooi. AIC van handen. Nou, dat is een mooi tempo geweest. Ja. En dat is voor mij wel een 7 waard. Oeh. Ja. KXH, gebroken lijn. Nou, waar je ook goed doet, je zit opnieuw buiten benen. Gebroken lijn. Keurig van been verwisseld. Het tempo was mooi constant. Dus daar pakken we ook een 7 voor. Netjes door de hoek. Het tempo is vloeiend. Ietsje minder vloeiend tweede gedeelte. Nou, B-E-W, grote zit nog steeds op het buitenbeen. Goed zo, voor mij een 6,5, ietsje vloeiende. Ja. Grote volte. Fabien vindt de camera tof. Zo, ik heb net even een klein stukje zonder zadel gestapt. Omdat het zo lekker weer is en ze heeft vandaag vrij. En Fabienne was bij me natuurlijk, ik ga niet in mijn eentje. En mijn moeder is bezig met springles. Zo, het staat er best op. En ik kan er even een klein stukje van laten zien alvast. Zo. Dan ga ik even zo naar boven. Gaat het springen. Dan heeft ze les. Oeh, die gaat hoog. Knappe mama. Is klaar. Goed gedaan. Maar ik ga weer naar buiten. Fabienne die is aan het crossen. En mijn moeder probeert door deze modderpoel heen te gaan. En Fabienne zo ver te krijgen dat ze... Ja. Ik weet niet of ik het gebruik, maar misschien wel voor die Sandra. Oké, kom maar. Vrijdag. En we gaan naar Roos met de ponies. Het is goede, precies, het is goede vrijdag. En eigenlijk was Christine zo vroeg dat we nu tijd over hebben. Dat gebeurt niet heel vaak.
Meestal hebben we... Dat ik vroeg ben of dat je tijd over hebt? Dat laatste, dat ik tijd over heb. Jij bent wel vaker vroeg. Maar het is niet zo dat wij vaak tijd over hebben. Nee, nou, dus nu wel. Rustig, nu doen we rustig aan. Precies, dus daar zijn de dames. Even aanpassen op het licht. Daar zijn ze. Nou, Tess zeg ik, maak de hoefjes schoon. Dan gaat ze dat hier doen, in plaats van in de spuitplaats. Dat snap ik dan weer niet. En die zullen we doen bij de spuitplaats. Hallo Bel. En ons Kimmetje. Is bezig met de Hinja. De trailerlader gaat weer goed. Kim verdwijnt. Heb ik echt wat aan Kim zo. Oké, daar is ze. Hallo Kim. Hi. Wat ga je doen bij Roos? We gaan lessen. Oké. Ja. Heb je nog doelstellingen of zo? Nou, we houden je zit verbeteren. Wat goed van jou. Is er iets waar je op moet letten? Dat ik mijn benen lang hou. Ja. En verder moet ik verder opletten wat Roos zegt. Opletten wat Roos zegt. Opletten wat Roos zegt, zegt ze. Ja. Ben je mooi? Nou goed, heel fijn. Wat is dit nou? Hier ga ik zorgen dat het elastiek wordt, zeg maar, in plaats van zo'n sluitingtje. Dat zien we niet, dan moet je hem hoger houden. Oh, je bent het ook echt aan het filmen? Ja. Oké. Nou kijk, ik heb hier een sluiting geknoopt en dan trek je hem zo aan. Maar dat is toch niet helemaal effectief, omdat die knot de ene keer wat kleiner, dan wat groter. Dus dat gaat nogal makkelijk dat het los gaat zitten. Dus ik ga nu de middelste touwtjes, ik ga hem wel helemaal knopen, maar dan laat ik het elastiekjes meelopen van binnen. Zodat we aan het einde alleen nog maar elastiekjes hebben. Zodat die eigenlijk altijd zo is en je hem open trekt om je knot heen te doen. Snap je? Dit was de les van Chris. Ik denk dat er bij het kanaal van Kim nog wel eens een tutorial zou kunnen komen. Ja. Kijk, daar is Roos. Want dat wilde ik dus eigenlijk gaan filmen. We zijn bij Roos. Hallo. Hallo, en vandaag hebben wij Roos de paard. Joker hebben we bij ons. Nou, wij niet. Die heeft Roos bij zich. Joker hebben we gezadeld. Dus nu gaat Roos de kinders op Joker zetten. Met zadel. Is dit zo'n zadel met van die luchtkamers, Roos? Ja, klopt, ja. Een wouwzadel. Een wouwzadel. Dat klinkt ook spannend. Ja, dat is wel wouw. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zie wel dat Joker zijn hoefjes niet helemaal gelijk zijn. Dus heeft hij wat fundering gekregen. Joker zijn hoeven zijn wel gelijk, maar de grond is niet gelijk. Oké, de grond is niet gelijk, zijn hoeven zijn gelijk. Precies dat. Oké. We gaan aan de slag. Nou, echt hè? Gelukkig. Ja, sorry. Oké, het wordt nog erger. Probeer de elastiek lang te houden. Zowel met je been als met je lijf. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef me een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet niet te kijken naar de video van 5 uur. Waarbij je dus blij bent. Yay! Zo. Doeg! Tot zo!